Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. We gaan uiteraard, we zijn net in dienst. We gaan eventjes omkleden, wapens pakken en ons voertuig inloggen. En dan zijn we ready voor een nieuwe shift. We gaan aardig wat dingetjes meemaken. Dus ik zeg veel plezier met de video. Zin om mee de wietverkoop te kunnen controleren. Ja, is cool. Top. Gelijk al afzakken, of moet je dat doen? Ja, we wachten even totdat die open gaat, want die gaat om 8 uur pas open. 8:30. Ja, top. Komt die Noordzijde. Zullen er al mensen aan het wachten zijn, denk je? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat we niemand gaan aantreffen, maar we zullen zien. Nou, we kunnen ook kan ik je vertellen, kan. Er staat ook niemand. Hierna kunnen we naar de kook toe gaan, ja. Nou, staat er niemand, die zit yes, in. Niemand. Is er langs het strandhuis gereden? Ik zet even snel in de computer. Ja, zit jij erin? Top. Oké, dan gaan we hier naar de kook. Dus nu... Positief, ja. Daar was ik bij. Ben ik extra kip gereden? Oh ja, met de Zulu. Ja. Yo. Oké, ja, wij rijden nu op. Zijn jullie normaal, man? Echt hoor. Dan wil ik gewoon tegen de richting in. Wat slecht. Keert rijden op, toch? Tot nu toe negatief, jongens. Ik heb in ieder geval ook vast mails open. Ja, zeg maar erin dat we niemand hebben aangetroffen. Yo. Helaas. Vond ik het beter. Tjee, wat voor poederschreeuw is dat ook. Oh, ontsnapt. Oh, dan mag even kijken. Nu kunnen wij zelf ook wel aan rijden gaan, jongens. Want wij zijn er ook in de buurt. Ik ga ook even kijken wat wij hier kunnen doen met Luca en de Zulu. Oh, in de buurt? Wat wil je, vliegen of in? Beide. Gewoon in de rechterlijn de gevangenis zit. Echt. Kan je rijden daar? Ik zit nu over de gevangenis heen, maar er is niets te beleven. Wij rijden allen op Route 68. Wij gaan hier even controleren of dat we iemand kunnen aantreffen. Positief. Ik zie jou vliegen, Zulu. Kan je mij daartoe wijzen? Ik rij nu onder jou. Ook is Ben TP. Zo, dat is snel gedaan. Ik zag je al vliegen. Keurig. Hij staat wel al even stil. Ja, hij reageert. Vraag maar even wie het is. Nou, wij staan bij de ingang, dit is niet bij 50. Hoe kunnen wij zien of dat het inderdaad een gevangene is? Hele goeie. Ja, ik kan alleen je collega's vragen of ze hem net hebben weggestuurd. Dat ga ik ook doen. Ja. Hebben wij Joey Anderson recent weggestuurd, jongens? Weet ik niet, maar dat moet wel nu... Nee, maar ik vraag zo meteen aan de commando. Commando, kom eens uit voor de politie. Ambu hier. Echt zo? Volgt die ambu's daar niet? En die zwarte auto daar links? Ik wou niet zeggen, ik vind die RSS even belangrijk. Negeert het op teken? Nee. Nogmaals, Kamar, kom eens uit voor de 1301 van de politie. Wat is de reden? Nou, je mag heel even uitzoeken. Mag ik de reden weten? Ja, zometeen. Ik zou graag. Ik zou graag de reden die willen. Mag je zo.
Ja, die mag je zo weten. Dag meneer. Help u. Goeiedag, ja. Hey. Weet je wat het ding is? Ik kom net uit de gevangenis, maar ik was net dood. Of nou, ik was net... Oké, sorry. Je was dood, dat lijkt me sterk. Nou, ik bedoel, ik ben dood. Sorry. Ja, op mijn zakje. Je was gewoon even buiten bewustzijn. Nog een keer? Ik kon echt je was even buiten bewustzijn, bedoel je? Ja, buiten bewustzijn, ja. Alleen nu ben ik opeens helemaal hier, dus... Oh, hoor je van tevoren waarvoor ik... En die meneer, kent u die? Nee, eigenlijk niet. Oké, heeft u even iets van legitimatie voor mij? Ja, tuurlijk. Maar u was net vrij gestuurd? Ingezonden? Ja, ik had 10 minuten en die 10 minuten zijn vrij. Mag ik nog een reden weten waarom ik ben aangehouden, meneer? Of je staande bij... Nee, staande bij gehouden, sorry. Sorry. Ja, maar niet uit. Maar ja, we kregen ook een melding dat iemand ontsnapt was, vandaar dat er de controle is. Oh nee, ik had 10 maanden en de 10 maanden zijn om. Even moment hoor. Okay. Ja, na 18 uur, maar ik had al voor mijn tijd bij de politie had ik al een... Ik heb hier een Mohammed staan die anders is. Ja, die komt net uit de gevangenis, zeg. Oké. Ahmed Hammoudi, zie ik inderdaad. Ja. Ik heb hier... Ik zal me eens even door de cisterne halen. Controleer even wat gegevens zo, meneer. Als hij iets heeft van vandaag, dan weet je, hé, die is vandaag gewoon aangehouden geweest. Is het 30ste jaar? Positief. Maar je plicht een misdrijf vluchten voor de politie. Nou, Jan-Willem, hij heeft in ieder geval 14.500 mag. Maar ik wil nog steeds weten waarvoor ik naar staan was gehouden. Maar hij is wel net 10 maanden gezeten. Dat was misschien... Maar dan kunnen we eens niet checken, hè? Nou ja... Nee. Oh, dat ik ontsnap. Ik word hier nu gewoon verdacht voor het ontsnappen uit de gevangenis. Moord. Dat is wel een hele erge verdachtenis, maar... Meneer? Ja, meneer? Ja, ik had er wat gegevens gecontroleerd. Ik zie alleen nog wel dat er heel veel boetes open staan. Ja, dat is zeg maar een dingetje. Ik ben bezig met mijn geld. Ja, ik moet het verdienen. Maar dat komt echt wel goed. Ja, het is eigenlijk wel het bedrag waarvoor je normaal weer mee zou moeten. Maar ja, je bent nu net vrij, dus ik zal het nu even besparen. Maar gaat het wel snel regelen. Ja, het komt heel snel kom voor elkaar. Ja, die heb ik net ook al staande gehouden, maar die mag gaan. Die mag hier wegwezen. Oké. Okay. Nou, daar is hij weer. Kijk, daar is hij weer. Sound muted. Dankjewel. Ja, dank u. Hey, maar even een andere vraag, want kennelijk moest hij nog wel een aantal maanden zitten. Of is dat helemaal rond nu? Nee, dat is helemaal rond. Dat is helemaal rond. Ja, ik kan het ook niet nakijken. Of ik zie het in het systeem. Oké. Okay. Ja, dus nou, dat is helemaal rond. Dat is een aardige manier van de ambu helpen. Gaat me niet met dat masker op. Deze. Ja, ik doe me vanaf. Meneer, zou even meer. Ik denk dat wij dan klaar zijn hier. Ja, positief. Hoi. Of Christy moet nog een warmtebeeld hebben, maar dat denk ik niet. Negatief. Oké. Heb je hem alweer terug de cel ingestuurd of? Nee, ja, hij zegt ik moet 10 maanden zitten. Nee, trouwens, fuck heeft hij nooit. Moet je even wisselen met de kamer of zo? Politie voor de kamer, komt u eens uit? Geef bericht. Vienna, was dat evenement al afgelopen? Positief. Sound muted. Schade als auto. Ja. Zonder man. Herrie hier. Ja, klopt. Anders zou ik niet rijden, meneer. Is dit nou vergeten? Goeiedag. Hoi. Hey. Wat is hier allemaal de bedoeling van? Hey, vrienden. Ja, we gaan even kijken. Ik zag jullie met jullie mooie jassies. Oké. Okay. Nou, ik mag gewoon weer doorrijden, hoor, meneer. Dat is niet bijzonders te zien. Maar ik heb hier nu geen auto, dus. Dus ze komt dus net uit de auto van die meneer daar. Ja, dat is zeker waar. Ik heb mijn auto hier, ik moet voor service zijn bij de dealer. Ja, het is geen parkeerplek, meneer. Maar u waren wij net bij de gevangenis zagen, toch? Klopt, alleen ik kan het niet betalen, meneer. Het is geen parkeerplek. Nou, wat is wel heel toevallig, hè? Dat we kunnen...
Nou. Wat zegt u? Sorry? Wat zei u? Het is al heel toevallig dat we elkaar nu weer hier zien. Ja, ik net bij de gevangenis waren. Jullie zoeken ons graag op. Nee, ja, nee, dat is niet waar, want jullie komen gewoon naar ons toe. Wel een dikke bak, moet ik zeggen. Ja, dankjewel. Mooi vel gestonden. Hij kostte ook aardig wat, dus ja, dat wij mag gaan weer verder, ja, het zal het. 60? 60? Nee, man. Veel meer. Oh, nou ja, wees er maar zuinig op dan. Ja, ja, dat gaan we zeker doen. Sound resumed. Die gozer hier terug. Zal ik het tussen? Ja, ik heb geen idee. Oh, daar ben jij. Hallo meneer. Gedag meneer. Wat bent u allemaal aan het doen? Ik wil kijken of pasta ertussen. Ja, dat lijkt me, dat is niet helemaal de bedoeling natuurlijk, hè? Nee, ja, daar heeft hij eigenlijk wel een punt. Dat is, goh, dankjewel. Maar nu toch bij je stem mag je wegrijden, zullen we zien. Spoedmelding van een overval, jongens. Oké, okay, pakken hem op 1301. Heeft de rijwijzer terug? Krijg een spoedmelding. Ik ga het melden, bellen, collega's. Oh, dank u wel. Ja. Niet met sirenes aan, want dan kan het wel helemaal uit de hand lopen. Gewoon prio 2 gaan, jongens. Het is een noodknop. Is dat achter het bureau of zit het niet goed? Ja, een beetje. Ambulance is op de plaats, heel gek. Het is bij het riool. Ja, de persoon is aangereden door die BMW en daardoor is hij uiteindelijk gewond geraakt. We gaan al even met de BMW-bestuurder spreken, kijken wat we te vertellen hebben. Ja, het hebben ze hier te zoeken eigenlijk, hè? Hebben die meneer het witte shirt? Wat hoort die? Dat is het slachtoffer. En het ligt ook aan de grond, zie ik. Ja, die zijn allebei vrienden en die zouden mogelijk overvallen gaan worden door deze mensen omdat hij een eten achtervolgt. Zo, wie zit er? Ja, ik heb pijn hier op de grond. Meneer Van der Ambu? Ik ben gevallen of je stembanden zijn weer even Erik gaat er vandoor. Fijne avond. Slachtoffer. Gaan jullie dat slachtoffer helpen of wat is het idee? User disconnected. Ja, we gaan Hij gilt nogal. Meneer? Ik vond het wel heftig, zo'n ongeluk. Iemand van de ene kant naar de andere kant springt het Meneer, dat kunt u horen. Echt op zoek zijn, want hij schreeuwde ook echt heel erg van de pijn. Ik denk niet dat het een bewuste actie is geweest. Die twee jongens die zijn ook constant aan het schreeuwen en aan het doen. Ik denk dat hier iets anders aan de hand is in ieder geval. Sound resumed. Voor te zien is Senne en Vienna zitten in een ander kanaal. Ik kan even niet zien welk kanaal. Oh, er zit in training 3. Ik zal het even vragen. User left your channel. Is er wel zicht op die gestolen voertuig? Nee, negatief. 0501 zit nog steeds wel sneller. Ja, die Senne en Vienna zijn iets anders aan het doen. Die zijn even druk. Dus wij zullen toch wel even de command moeten assisteren hier. En 0501 gaat nu samen met de Camargue de grens over. 0501 is op locatie, is een achtergelaten politievoertuig, er zit geen persoon in. Ik denk dat er verdere assistentie niet nodig is.
Ik heb ook even de gemeente gevraagd of dat hun het hebben opgepakt. Het niet gemaakt. Gemaakt heeft bericht. Ik... 146 heb ik deze. Dus die is maar zijn rijbewijs kwijt als die stopt. Ga maar even kijken of ik nog meer tegenkom. Maar jij hebt die suikerstuk afgehandeld met die twee. Ja, die wilden ze aan de kant zetten, maar... Ik ga maar even zitten voor ons die allemaal in de Oké. Richting Schiphol. Ja, 13.55. Ja, we gaan naar de... Ja, dus gaan met de heli. Wordt er even turn of... Nog niet. Heli, jongens. We staan met een heli klaar. Fabio, wapen erop. Wat is de positie, jongens? Ik ben direct gedood. Helipad bij de privéhaven, maar Joey is er oprecht heen gereden terwijl ik alleen maar tasers heb. Het is een vuurgevecht hier. Jongens, even deze discipline. Ja, noodknop is ingedrukt. Ik sta hier nog achter mijn auto in mijn tour, dan ik ga dood. 100%. Zijn hier meerdere vuurwapens? Bij die ene.